Toen wij in dit hele traject terechtkwamen van de versterking, dachten we dat dat allemaal een kant-en-klare procedure was waarin we terecht waren gekomen. En nou, dat zou dan wel vrij vlot allemaal duidelijk worden hoe dat allemaal zou gaan verlopen. Maar gaandeweg zijn we met onze onnozele hoofden er heel langzaam achter gekomen dat het eigenlijk allemaal niet zo geregeld was. Dat iedereen het wiel nog aan het uitvinden was. Dat het allemaal nog uitgevonden moest worden. En dat wij eigenlijk een soort proefkonijnen zijn. En dat vinden we helemaal niet erg op zich. Maar dat brengt wel met zich mee dat je continu op zoek moet naar hoe moet ik dit verder bewandelen, dit pad? Wat moet ik doen? En ondertussen heeft de herfst zijn intrede gedaan, met storm en al. En we hebben onze eerste appels geplukt. En wat gebruik je nu, Evelien? Dit zijn de appels uit onze tuin, de eerste lichting, de eerste oogst. En ik ga tarte tatin maken. En over 10 minuten moet hij omgedraaid. En dan is de appelkant boven. En heb je omgekeerde taart. Tart dat, hè. Oeps. Pas maar net. Dit is hem. En we waren ook laatst bij de praatgroep van het pilotproject Heft in Eigen Hand. Dat is een project waarin dus mensen zelf de regie hebben bij de versterking, dan waar sloop nieuwbouw van hun huis. Ze mogen hun eigen aannemer kiezen, ze mogen daar zelf een heleboel in bepalen. Als je al die mensen hoort, dan merk je ook weer allemaal onzekerheid. Allemaal zoeken naar wat voor vorm gaan we hieraan geven. En wat je af en toe bekruipt is het gevoel, is de vraag, wist de NAM, wist de overheid waar ze zich in begaven? Is dit niet een ontzettend moeras? Hoe krijg je zekerheid? Hoe krijg je rechtsgelijkheid voor alle mensen in dit gebied? 20.000 woningen. Allemaal verschillende mensen, allemaal verschillende situaties, allemaal verschillende wensen. Dan moet je allemaal de huizen van inspecteren, je moet de wensen van de mensen inventariseren. En dan moet je er ook nog voor zorgen dat iedereen op een even rechtvaardige manier behandeld wordt. Dus dat je geen scheve gezichten achteraf krijgt. Dat is een gigantische, moeilijke en ontzettend dure operatie. En de vraag is zelfs, krijg je dit überhaupt voor elkaar? Nou, dat vraag ik me nu af. Ik ga proberen daar in de toekomst, in de komende vlogs, daar antwoord op te vinden. Minus Valdo!